Arts Rock Gourdin mag in Nederland zijn beroep niet meer uitoefenen. Dat bepaalt het regionaal medisch tuchtcollege op 11 mei. Zeker 9 vrouwen kregen ernstige complicaties na een borstoperatie bij Gourdin in de Haagse Citykliniek. En dat terwijl hij officieel stond aangemerkt als gynaecoloog en zich dus geen chirurg mocht noemen. Gemeenteambtenaren willen een nieuw cao-akkoord en dat is te merken. Straatvegers leggen het werk neer, waardoor het na Koninginnedag een enorme rotzooi is in de Haagse binnenstad. Ben ik tevreden. Het is in ieder geval zichtbaar dat het vegenstraatbedrijf staakt in actie is voor hun koopkrachtbehoud. Half mei wordt er een akkoord bereikt en gaan de ambtenaren weer aan het werk. Bij de vliegramp in het Libische Tripoli komen 2 echtparen uit Sassenheim om het leven. Ze zaten in het vliegtuig dat onderweg was van Johannesburg in Zuid-Afrika naar Brussel. In totaal komen 70 Nederlanders om bij de ramp. 1 Nederlands kind overleeft de crash. 28 mei is een zwarte dag voor de Uithof in Den Haag. Het schaatscentrum kampt al maanden met problemen. De overkapping scheurt, er gaan koelleidingen kapot en er vliegen karts in brand. Eind mei moet het sportcentrum wegens faillissement de deuren sluiten. Balen? Ja, even balen natuurlijk. Hè? Dan denken we met de kinderen even wat leukste gaan doen. Kan echt niet terecht nu. Nee, dat blijkt.